Welkom. Wij zijn de bedrijfswagenadviseurs. Mijn naam is Michel, dat is Siegfried en dat is mijn collega Koen. En wij gaan jullie in deze film wat vertellen over iets wat echt super cruciaal is voor jou als ondernemer of wagenparkbeheerder. En waar je iedere dag gewoon keihard aan het werk bent voor je omzet, om je kosten terug te verdienen en natuurlijk aan het eind van het jaar wat over te houden. Is er ook voor ondernemers die rijden met een bestelwagen iets wat vreselijk veel impact heeft op je kosten. En op dit moment is het zo dat je daar nog vrije keuzes in hebt om die kosten te besparen. Maar er gaat op korte termijn een moment komen, dan ziet dat er heel anders uit. En dan hebben we het over de BPM-plicht op bedrijfswagens. Dan hebben we het over zero-emissiezones voor bedrijfswagens met brandstofmotoren. En dan hebben we het over verplichte veiligheidsopties af fabriek voor bestelwagens vanaf 2024. Mijn collega Siegfried die zal jullie eerst wat vertellen over de BPM, want dat is wel een van de hele belangrijke onderdelen die een grote financiële impact heeft. Ja, want er gaat nogal wat veranderen. Per 1 januari 2025 gaat BPM geheven worden op een grijs kentekenvoertuig. Voorheen waren grijs kentekenvoertuigen altijd vrijgesteld van BPM. Maar we zien al langere tijd dat de overheid het stimuleert om over te gaan naar een elektrische bedrijfswagen. Dat wil dus zeggen, als je een benzine- of diesel bedrijfswagen hebt, per 1 januari 2025 best wel een groot bedrag bij komt. En dat is van toepassing op alle geregistreerde voertuigen vanaf dat moment. Dus als je een voertuig koopt wat na 1 januari 2025 wordt geregistreerd, dan komt daar de BPM op. En ik hou er altijd wel van om het concreet te maken voor ondernemers. Bij een gemiddeld voertuig, een Opel Vivaro, een Ford Transit Custom, gaat dat gewoon 12.000 tot 14.000 euro meer kosten. Een Volkswagen Crafter, een Renault Master, in dat segment gaat het vanaf 20.000 en gaat het nog veel hoger worden. Kortom, mobiliteit, bedrijfswagens, wordt gewoon duurder vanaf 1 januari 2025. Je kunt dit voor zijn door op tijd te bestellen, maar we zien met de huidige levertijden dat je dan niet te lang meer moet wachten. Dealers gaan ervoor zorgen dat je een afnameplicht hebt, dus wordt een auto na 1 januari 2025 geregistreerd, dan komt gewoon de BPM op dat voertuig. En daarom is het gewoon zaak om snel te schakelen. Dus kortom, het wordt allemaal een stukje duurder omdat de overheid het gaat doen op basis van de CO2-uitstoot en ze dus stimuleren om naar een elektrische bedrijfswagen te gaan. Dus we adviseren jullie daar graag over en daarom vonden we het wel zo eerlijk om jullie daar nu over te informeren. Ja, misschien ook goed om even duidelijk te maken dat wij hebben geen politieke inslag en bemoeienissen, helaas. Dus wij zijn de bedrijfswagenadviseurs. En daarmee nemen we zeg maar de rol op ons om ondernemers gewoon eerlijk en duidelijk te adviseren van wat speelt er met die bedrijfswagen. Een aantal beslissingen worden gewoon voor ons genomen en één daarvan is, zoals Siegfried net vertelde, de BPM op bedrijfswagens die vanaf januari 2025 niet meer vrijgesteld is voor ondernemers. Dat is iets wat we gewoon de afgelopen 30 jaar niet gezien hebben. En een tweede heel belangrijk punt is de invoering van de zero-emissiezones. Op dit moment zijn er al een aantal grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, die een milieuzone kennen. Maar je moet zo zien, rondom het klimaatakkoord voorziet men dat er vanaf 2035 geen brandstof, auto's, personen en bedrijfswagens nieuw meer verkocht mogen worden. Ik hou er rekening mee dat specifiek voor bestelwagens dat wel eens 2030 zou kunnen worden. Een verbod op verkoop van nieuwe bestelwagens met een brandstofmotor. Nou, waarom is het van belang? Het speelt zich af op twee aspecten. Eén is globaal, de klimaatverandering. Voornamelijk omwille van de CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot is wat we met z'n allen doen met het bedrijfswagenpark. En dat is globaal, wereldwijd een probleem, met bijvoorbeeld als het gaat om de ozonlaag en dergelijke. Dat kun je als gemeente heel hard je best op doen, maar dat ga je niet heel erg veranderen. Dat moet je met de hele wereld samen doen. Vandaar dat klimaatakkoord. Wat wel zo is, is dat het RIVM onderzocht heeft dat mensen gemiddeld
in Nederland gemiddeld 9 maanden korter leven omwille van de fijnuitstoot van auto's. En daar is met name de bestelwagen toch wel debet aan. Hè? Omdat die meer verbruikt, meer uitstoot en omdat bestelwagens voor 99% op diesel reden. En met name de roetuitstoot van dieselmotoren, hoeveel er ook gedaan is in de techniek de afgelopen jaren, daar blijft toch nog steeds een probleem. In ieder geval dusdanig dat er op dit moment al 35 steden zijn die getekend hebben om een zero-emissiezone in te voeren. Dus een milieuzone, die zullen wat naar de achtergrond verdwijnen. Steeds belangrijker wordt de zero-emissiezone. Nou, er zijn een aantal dingen belangrijk om je te realiseren. Is allereerst nogmaals, het gaat zich afspelen in heel veel steden. Het is echt niet alleen in de Randstad. Wel is het zo dat iedere stad zelf kan bepalen hoe groot wordt dan die zero-emissiezone. Dat is afhankelijk natuurlijk van hoe groen het bestuur van die stad op dat moment georganiseerd is. Maar er is afgesproken Europees dat dat zal zijn het winkelstraatgebied plus de omliggende wijken. Wij voorzien, en zo kun je dat ook op terugvinden op de website van bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, dat het gewoon binnen de A10 ring zal zijn. Dus dat is natuurlijk gewoon een supergroot gebied. Dus op het moment als jij daar als ondernemer met jouw bestelwagen wil gaan rijden om bij je klant te komen of spullen op te halen, dan zijn daar hele duidelijke normeringen voor. En die zijn als volgt. En die is wel even van belang. In de basis is het zo dat je vanaf 1 januari 2025 niet meer met een brandstof aangedreven bestelwagen de zero-emissiezone inkomt. Zero-emissie is dus ook geen benzine, geen hybride, geen LPG en natuurlijk al helemaal geen diesel. 1 januari 2025. Wel zijn er een paar uitzonderingsregels. En die uitzonderingsregel is dat als jij een Euro 5 diesel hebt, en dat zijn bestelwagens doorgaans vanaf het bouwjaar 2010 en jonger, dan mag je tot eind 2026 nog de zero-emissiezone in. Dus dat is best nog eventjes. Als jij een Euro 6 diesel hebt, en dat zijn de diesels van plusminus 2015 en jonger, dan mag je tot eind 2027 de zero-emissiezones nog in. Dat betekent dat wij voor heel veel klanten nog steeds een diesel adviseren. Afhankelijk hoe je als klanten zijn er zelf in staat, maar als jij zelf graag de keuze maakt voor een diesel, dan kunnen we je aangeven dat je tot 31 december 2027 daarmee kan gaan rijden. Wel is natuurlijk wat belang om te realiseren wat Siegfried net zei, dat je vanaf het leveren in januari 2025 BPM-belasting krijgt. Wat daarbij tevens zo is, is dat als die geleverd wordt na januari 2025, al is die gloednieuw, al is het de laatste Euro 6 normering, ook dan mag je er niet meer de zero-emissiezones mee in. Dus die is belangrijk, er zijn weinig ondernemers van op de hoogte. Dus er is een mogelijkheid tot het rijden 31 december 2027. Maar dat betekent dat je auto Euro 6 moet zijn en niet nieuw geleverd na januari 2025. Die datums zijn denk ik een van de belangrijkere dingen om je te realiseren. Wij zien geen echte veranderingen de laatste 1,5 jaar in deze regelgeving. Daarmee verwachten wij ook niet dat het nog anders gaat worden. Wel zijn er wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld auto's met een kraaninstallatie erop. Auto's ingericht als winkelverkoopwagen. Dus het zou kunnen zijn dat je bijvoorbeeld met een foodtruck nog een uitzondering zou kunnen krijgen. Ja, brandweerwagens en dergelijke zijn tevens uitgezonderd. Maar
Als ondernemer zijn, zou je kunnen zeggen, ja, maar het kan helemaal niet. Hè. Dus ik kom vast wel voor een uitzondering in aanmerking. Want ja, ik rij 600 kilometer op een dag en ik moet 3000 kilo trekken. Nou, allereerst, het kan natuurlijk wel. Hè. Leuk is het niet, maar ja, dan moet je gewoon 10 keer gaan bijladen. Uiteindelijk kan het wel. Hè. Dus zo gaan wij ervan uit dat de overheid erin zit. Dus ga er niet zomaar vanuit dat er uitzonderingsregels zijn. Wil je echt wat over de details weten, kun je natuurlijk ons altijd bellen. We zijn iedere dag weer op de hoogte van de actuele stand van zaken. Maar wat ook een goede website is, is opwegnaar6.nl. Het is www.opwegnaar6.nl. Belangrijke website waar je alles kan vinden over de stadsdistributie. Want daar hebben we het hier over. Rijden met bedrijfswagens voor de zakelijke markt, dus niet particulier, in de steden. Superbelangrijk. Als het gaat om zeg maar het investeren in bedrijfswagens, heeft dat nogal wat impact. Voor deze video denk ik iets too much om daar helemaal op in te duiken. Neem alsjeblieft contact met ons op. En dan kunnen wij voor jouw business case gewoon voorrekenen wat het voor je betekent qua looptijden. De kilometers die je gaat rijden, de kosten van eventueel stroomverbruik, mocht je toch nog naar elektrisch willen. En waarom je wel of niet een diesel moet gaan rijden. En moet je die dan specifiek gaan kopen, financieren of operational gaan leasen. Hier zijn echt grote getallen mee gemoeid om de juiste keuze te maken. Dat wat betreft de zero-emissiezones. Koen zal nog even iets vertellen over de opkomende eisen als het gaat om veiligheidseisen van bestelwagens die ook op Europees niveau ingeregeld gaan worden in 2024. Toch, Koen? Naast de BPM die er wordt toegevoegd aan auto's en de zero-emissiezones die er komen, worden auto's ook verplicht vanaf 1 juli 2024 om te voorzien zijn van assistentiesystemen. Dat is de wet GSR, General Safety Regulations. Wet vanuit Europa gemaakt, wordt doorgerold naar Nederland. Het is nog niet helemaal duidelijk welke systemen de auto moet hebben. Je moet denken aan assistentiesystemen waar een camera of een radar bij helpen. Dus voetgangers afstand houden, actief remmen, een camera om te parkeren. Die hele wet is erop gericht om minder slachtoffers in het verkeer te krijgen. Dus minder doden, minder fietsers, minder voetgangers. Omdat de auto meekijkt met de bestuurder. Nou, die wetgeving die wordt nog uitgerold in Nederland. Wel is dus bekend dat in 1 juli 2024 de auto's daarvan voorzien moeten zijn. In praktijk werkt het zo. Wij nemen bij auto's die een lange levertijd hebben een stelpost op van ongeveer 2000 euro. Omdat deze auto's standaard voorzien worden en de prijs van de auto omhoog gaat. Wil je daar meer over weten, kan je altijd contact met ons opnemen. Er zijn nog auto's die voor die tijd geproduceerd kunnen worden. Auto's met een langere levertijd komen daarna. En dat heeft een iets prijsverhogend effect. Maar goed om te weten dat de wetgeving op het gebied van veiligheidssystemen gaat veranderen.